bij Studio Axe is de Max. Allereerst wil ik jullie een geweldig, gelukkig nieuwjaar wensen. Ja, mijn cameraman is ziek, dus ik moet het vandaag een beetje zelf doen. Dus ja, vanaf nu ga je mij niet meer zien, want ik draai de camera om. Hallo, is hier iemand? Oh, puzzels. Het ziet er moeilijk uit. Misschien deze. Oeh. Wie ben jij? Hallo. Hallo. Oh, ik ben even aan het puzzelen. Ja, ik zie het. Oh, ik heb hier al een stukje. Dat ziet er super moeilijk uit. Oh ja, dat is het ook. Oh, het is een puzzel van 1000 stukken. 1000 stukken? Ja, 1000. Kan jij dat? Ik ben aan het proberen, want ik wou even rustig alleen zijn. En ik dacht, een puzzel maken, dat kan ik rustig alleen doen. Ja, daar heb je wel gelijk in. Maar 1000 stukken? Ja, veel hè. Oh, straf. Zeg, en wie ben jij? Oh, ik ben Slosse de schildpad. Dag Slosse. Hallo. Ben jij toevallig ook een dier van de Axenstad? Ja, dat klopt. Oh, ja. Dat is heel goed, want ik was naar jou op zoek. Oh, hallo. Wie ben jij? Ik ben Brax van Studio Axe. Aangenaam. De reporter. Zeg, voor jou ook een gelukkig nieuwjaar, hè? Oh, dankjewel. Voor jou ook. Dank u, dank u. Zeg, Slosse. Ja? De andere dieren die ik geïnterviewd heb, die hadden een lied. Heb jij ook een lied? Ja, natuurlijk heb ik een lied. Kan je dat eens zingen voor mij? Ja, maar ga jij eens het refreintje mee zingen? Ja, ik doe mijn best, hè. Okay. Het is maar al lang geleden. Rustig aan, want ik doe graag dingen rustig. Oké, komt voor elkaar. 1, 2, 3. In dierenstad, in dierenstad, daar was nog een lichtplein. Nu wonen er 10 dieren die de dikste vrienden zijn. En Slosse trekt zich graag terug, mijn huis is in mijn schild. Dan is ze met zichzelf alleen en rust zolang ze wil. In dierenstad, in dierenstad, ja, daar was verder, nog he. Een... Maar ik heb het graag een beetje rustig. Oké. Zeg Slosse. Ja? Moeten wij op school ook iets doen? Oh, dat is juist, ja. Goed dat je het zegt, Brax. Ik heb voor iedereen een puzzel van 1000 stukken. En voor de rupsen van een beetje minder, want dat is wel heel veel, hè. Dus iedereen mag in de klas, als je een beetje rustig alleen wil zijn, werken aan een puzzel van 1000 stukken. Amai, zeg, dat is wel echt heel straf. Ja. Oh, en mogen die dan allemaal samenwerken aan die puzzel? Dat mag, maar rustig, hè. Oké. Goed, ik ga nu een beetje verder. Ja, ik zal jou met rust laten. Oké. Dank u wel, hè. Daag. Zo, dit was Brax van Studio Axe. Tot de volgende keer. Daag.